5 juli. We zijn hier met een grote groep hier bij elkaar in het provinciehuis. En we gaan praten over hoe we nou eigenlijk die vooruitgang en die hele beweging van circulaire economie gaan monitoren. We hebben een klimaatakkoord, we hebben stevige doelstellingen. Maar je kan niet zomaar als een kip zonder kop gaan rennen. Dus je moet wel weten waar je mee bezig bent. Je moet ook weten waar je heen gaat. En onderweg moet je af en toe die pijlstok erin kunnen hangen om te zeggen, ben ik op de goede weg? Moet ik een tandje bij of moet ik het gewoon anders gaan doen? Ja, deze bijeenkomst helpt omdat partijen bij elkaar komen. Ook onderling die kennis uitwisselen, want de circulaire economie is heel breed. Van elkaar kunnen leren van wat gebeurt er nou bij jou in de regio. En wat zou ik gewoon kunnen kopiëren bij mij in de regio. Waar kunnen we elkaar aanvullen? Ja, dus dat helpt wel zeker. Belangrijk voor vandaag is dat we met elkaar realiseren dat we het samen moeten gaan doen. We hebben als bedrijfsleven, we hebben als overheid, we hebben als individuele burger maar één gemeenschappelijk doel. Namelijk onze gezondheid en onze welvaart op dit niveau kunnen houden. Want daar in ieder geval hebben we allemaal veel plezier in. Als we die doelen gaan koppelen en samen dat proberen te realiseren en onderweg elkaar scherp houden, dan denk ik dat we op de goede weg zijn. En vandaag is die samenwerking in ieder geval een hele belangrijke pijler van hetgene wat we met elkaar proberen af te spreken.